daar. Nou, we toch over de decks bezig zijn, heb ik een aantal knock decks bij. Het mooie aan deze knock decks is, ze zijn helemaal egaal van kleur op de achterkant. En de rode is rood, de groene is groen enzovoorts. Toch zijn ze aan de achterkant gemerkt. Je Hoe bedoel kunt je, dus? Niet specifiek zien welke kaart het is, alleen of het een harten, een ruiten, een schoppen of een klaver is. Duidelijk. En het is, als je het niet weet, niet te zien. Nou, ik. Goed, ik. Ja, ik kan wel me vermoeden. Dus ik kijk nu of een kaart waar misschien geen merk. Oh jawel, jawel, ja. Nou, of. Nee, als je het niet weet, dan zie je het. Nee, ik weet niet wat het is. Maar als ik het vergelijk, ga even kijken. Ja? Oké, vergelijk deze inderdaad met deze. Ja, oké, dan zie ik wel verschil, ja. Maar goed, pas op. Kijk, rust even daar boven de camera ook. Je ziet geen verschil. Echt niet. Ook niet als je dichtbij houdt. Je ziet het niet. Je moet echt weten waar je op moet letten. En dan zie je het. En dan, moet je nog goed kijken. Ja, maar dus, ik denk niet dat ze daarvoor gemaakt zijn. Toch? Het is niet voor de markering te lezen, nee, daar, maar het is fijn dat als je ligt, dat je in principe in een oogopslag kan zien of het eruit de klaver of schop is. Ja. Is het doosje ook al cool trouwens? Ja, zijn, heel ander. Hij gaat aan de zijkant open. Ja. Met een voorspelling. Zie je staan, your card is the queen of hearts. Zie je een dekseltje staan bijvoorbeeld. Ja, aan de voorkant zijn allemaal... In principe gewoon zoals ze daar van een normaal spelkaart zijn. Het is geen bicycle stock, zie je, want het glimt iets meer. Ja. Oh ja, ziet ook hier aan. Ja. Maar het zijn wel eigenlijk, je zou zeggen dat het bicycle is als je niet beter weet. Ja. En de prijs is interessant. €7,50 per spel. En we hebben een setprijs voor deze 5 spellen van €35, dacht ik, voor alle 5. Let op, volgende week komt ook de zwarte versie uit. Ook weer mooi. Die hadden we nog net niet. Dus dan komt er nog eentje bij. Ja, mooi. De knock decks. Dus de kleuren in het doosje zijn ook de kleuren waarin de spellen beschikbaar zijn. Yes. Op dit moment. Blauw, geel, rood, groen en paars. Mooi. Ook voor manipulatie. Ja. Toch? Mm-hmm. Mooi.